Oké, Björn, waar zijn we? Ik zou zeggen, welkom in Nationaal Park Weerribbeerduiden. Het grootste veengebied van West-Europa. Ja, nou, dat wil ik wel even zien. Het Nationaal Park de Weerribbeerduiden. Dit ken je natuurlijk van de winter. Want als het ook maar een klein beetje begint te vriezen, dan schaats ik hier eigenlijk. Maar in de zomer is het dus ook fantastisch hier. In de zomer is het net zo mooi hier als in de winter. Ja. Hey, alleen andere natuur. Maar... Ja. Kanoën, het is... Kanoën, varen, zwemmen. Voor de rust, de ruimte, de stilte. En het is hier heel afwisselend. Als je het hebt over een schilderachtig gebied, dan is dit het. En u bent hier gewoon daadwerkelijk echt aan het schilderen, hè? Ja, ik ben echt aan het schilderen. Ja, ja, landschap schilderen. Ik ben trouwens van origine landschapsarchitect, dus ik moet wel iets schilderen. Ja, maar ja, zoiets moois valt niet na te schilderen. En wat ik een belangrijk ding vind, het water is zo schoon. Je kunt erin kijken. Waar heb je dat nog in Nederland? Ja. En weet je wat ook zo mooi is van het schone water? Het bevriest ook zo lekker snel. Ja. Ik ga weer verder. De herkomst verloopt zich niet, hè? Dag! Doei!